Vorige week gebeurde dit. Heb je dat nog meegekregen, Johan? Er was een betoging in Leeuwarden waar 2000 mensen, Black Lives Matters, kwamen daarvoor betogen. En er kwam er één man als Zwarte Piet. Dat is wel een held, als je dat durft. Ja. Maar dan weet je wat ik dan altijd denk. Weet u zeker dat het niet Akwasi is? Weet je wat ik dan altijd... Ja, dit is net weet je wat ik dan altijd denk als bij zo'n man? Dan denk ik, je verzint het. Niks mis mee. Nee. Je verzint het. Maar je doet het. Ja, je wil het niet voor jezelf houden, dus je gaat het tegen andere mensen vertellen. Joh, ik ga als Zwarte Piet verkleed alleen worden. Dan zijn er heel veel die zeggen... Niet doen. Dat moet je niet doen, joh. Nee. Volgens mij hadden we best een zinnige discussie. Alleen die opmerking die je nou net maakte over Zwarte Piet was een beetje onhandig. Voor jezelf ook niet dat Akwasi dat misschien was? Humor. Ja, is dat humor? Ja, en Akwasi zal het waarschijnlijk racisme vinden. Dat was vorige week, Johan. Hoe kijk je nu op die grap terug? Nou kijk, hoe ontstaat zoiets? Ik had nog nooit van Akwasi gehoord. Die zie ik op het plein in Amsterdam. Staat hij plotseling heel emotioneel te schreeuwen en riep hij eigenlijk op tot agressie en geweld. En dat vond ik al vreemd. Daar staat de burgemeester bij, politie op de Dam. En er was een hele vredige, goede demonstratie verder. En dan komt zo'n man die gaat daar staan te schreeuwen. Toen mocht hij later bij Bo, mocht hij dat nog in wat andere woorden nog een keer herhalen zonder enig tegengas. Dan denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand zo'n vredige demonstratie kaapt om, geobsedeerd door Zwarte Piet, daar de hele avond mee te verstieren. Dus toen zitten we hier en toen komt er zo'n Zwarte Piet, verklede man als Zwarte Piet. En toen heb ik dus heel cynisch als kat naar Akwasi gezegd van, het is toch niet Akwasi, weten we dat zeker? En dat was alles. En je hebt dus, in dit programma heb je meningen. Als wij over racisme praten, dan heb je een mening. Maar je hebt in het programma ook grappen. En, maar vind je het een goede grap? Nu met terugwerkende kracht en ook je ziet wat het losgaat. Nou, ik kan haast niet zeggen dat ik het een goede grap vind als ik de media deze week gevolgd heb. Nee. Want ik heb ze links en rechts om de oren gekregen. Maar ik vind het gekke, ik maak een verkeerde grap. Hè? Ja, niet voor de eerste keer, voor de duidelijkheid. Nee, maar, nou, voor mij doen was hij niet eens zo slecht, want ik heb wel slechtere gemaakt. Maar dit was een verkeerde grap. Maar die grap wordt uitvergroot en dat wordt een nationale rel. Voor de duidelijkheid, dit was het filmpje van de werkelijkheid. Op social media maar, het filmpje verknipt. Dat wil ik nog even toevoegen, maar Akwasi die roept op tot geweld en dat wordt geaccepteerd. Ja, dat vind ik gek. Door dit. Ja, dit kwam er overheen. Nou, even naar Natasha. Ja, mag ik kijken? Voordat we een etiket plakken op jouw opmerking of de grap was, zou ik heel graag willen weten, wat was je intentie? Mijn ergernis aan het gedrag van Akwasi en op de Dam en bij Bo. Ik denk, nou, die mag wel een tikje even terug hebben. Dat hij weet dat hij niet iedere goede demonstratie kan kapen voor zijn geschreeuw over Zwarte Piet. Oké, dus dan zeg jij een tikje terug, maar dat tikje terug wordt een vuistslag op zijn huidskleur. Nee, dat is hoe hij het aanvoelt. Maar hoe Akwasi het aanvoelt. Hij moest dus weten hoe het Nederlandse volk het aanvoelt als hij oproept tot geweld. Nee, maar ik zou, wat ik gewoon, en dat is ook waarom ik hier naartoe gekomen ben. Hè. Ik ben advocaat en ik spreek altijd met mensen één op één. En ik vraag me dan gewoon af, één, wat was je intentie? Dat zou ik van jou gewoon willen horen, in plaats van wat ik allemaal over je lees. We kennen elkaar helemaal niet, de eerste keer dat ik je spreek. De intentie was niet meer als een grap, omdat dit een programma is waar ook wel eens een grap op tafel komt. Dus het was als grap bedoeld. En ik vind het volkomen belachelijk, dan wordt het creatief geknipt op internet gezet. Want de uitzending was maandag. Heeft niemand gereageerd. Ik heb nog dinsdag in een talkshow bij Bo gezeten, ook nog over gehad. Niemand op gereageerd. Dan komt het op internet of waar dan ook op. En dan gaan de mensen die de uitzending niet gezien hebben op een klein fragmentje op Facebook reageren. En dan krijg je een kettingreactie en dan wordt het plotseling een rel. Ja. Maar die mensen dus aan die de ene hebben kant dus, vind maar, je dat vals? Dat het zo geknipt nou, het zou een zorg zijn. Het zou een zorg zijn, maar ik vond dat ik het volste recht had om wat te zeggen over het gedrag van Akwasi. Okay, en als die Akwasi wit geweest was en hetzelfde gezegd had op de Dam, had ik dezelfde grap gemaakt. Ja, maar ik kom terug bij de intentie. Want die intentie, maar de intentie dat is de kern van alles. Toch, de intentie, nee, maar de intentie is wel een tik uitdelen. En Akwasi heeft nu, en anderen hebben ook aangegeven hoe dat dan overkomt. Wat denk je dan als je dat hoort?
Dat vind ik eerlijk gezegd niet zo relevant, wat Akwasi ervan vindt. Want ik heb me ontzettend gestoord aan het gedrag van Akwasi. Maar dan ga je toch niet in de verbinding, Johan? Dan ben je dus alleen bezig met je eigen woede. Maar niet helemaal niet. Maar als die man zich dit kan permitteren, dan mag ik toch wel een grap, en dan mag iedereen een verkeerde vinden, over zo'n man maken. Maar een paar maanden geleden vond je het zelf ook nog een slechte grap. Mensen die over donkere mensen zeggen dat ze Zwarte Piet zijn. Dat zei je maand. Ik heb helemaal niet gezegd dat die Zwarte Piet was. Zeker dat het Akwasi niet is. Ja, maar daar staat een Zwarte Piet in beeld op dat moment. Dus jij associeert een zwarte man met Zwarte Piet. Ja, maar jij zit hier de boel altijd op te ruien en ons dingen te ontlokken. En nou word je plotseling de advocaat van de duivel. Dat fragment van vorige week. Zie je toch ook dat ik het nog een keer aan je vraag? Ik heb totaal geen spijt van deze grap, ondanks het feit dat het een verkeerde grap was. Dat wil ik dan nog wel accepteren. En er zit helemaal geen intentie aan. Dit ontstaat spontaan aan tafel hier. Download nu de Veronica Inside app en dan zien we elkaar daar.